Je gaat er alleen heen als, als je vader en moeder uit elkaar gaan. En dan word je heel veel vragen gesteld en hoe je dat allemaal vindt. Als je vader en moeder uit elkaar zijn. Oh ja, en hoe vind jij dat dan eigenlijk? Jammer. Hey Max. Hey, ga je mee jongen? Oké, zeg maar dag papa, dag mama, tot straks. Ja. Ik merkte aan Max dat hij af en toe heel heftig kon reageren. Dus gewoon heel snel verdrietig was of heel erg kon zeuren. En we vroegen ons af, past dat nou bij zijn leeftijd? Of zit het gewoon in hem? Of heeft het ook te maken met dat wij uit elkaar zijn? Ja, we merkten dat klapsnootjes van hem, die gingen wel. Daar gingen ouders ook van scheiden en het ging dan anders. Dus we merkten bij Max inderdaad een soort van veranderingen en vragen opkomen. Dus dachten van, daar kunnen we misschien wat mee doen. Weten jullie nog wat dit jongetje jullie heeft geleerd? Wat heeft hij jou dan geleerd? Hij heeft mij geleerd om het goed te leren. Om goed te leren? En wat heeft hij jou geleerd, Max? Weet jij het nog? Het is een lotgenootgroep voor kinderen met gescheiden ouders. En we gaan het probleemoplossend vermogen van de kinderen vergroten. We gaan ze wat leren over emoties. Wat zijn nou gevoelens? Hoe herken je ze bij jezelf? Hoe herken je ze bij een ander? Wat we hebben geleerd dat als er iets is wat je niet zo leuk vindt, als je bijvoorbeeld verdrietig bent of boos ergens over, wat je dan zelf kan doen. Een hulpvraag die er ook is dat ouders zeggen, mijn kind heeft het idee dat hij de enige is die het meemaakt. En dat is ook een vraag die er bestaat op het moment dat een kind wordt aangemeld. Kind te laten weten dat hij niet alleen is. Nou, je merkte wel aan hem dat hij soms bij de een of de ander dan wilde zijn. En je zag wel aan hem dat hij ermee worstelde, dat hij dat eigenlijk niet durfde te zeggen. Dus hij zei het heel vaak een beetje zo tussen neus en lippen door. En of het kwam er ineens verdrietig uit of juist heel overdreven grappig. Maar je zag wel dat hij het er moeilijk mee had om het te zeggen, omdat hij gewoon niet de ander pijn wilde doen. Ik vind het zielig voor je pa. Ja, vind je dat zielig voor zijn pa? Waarom? Dan ziet hij mama veel en veel meer. Ja, dan ziet hij mama meer dan papa, dat klopt. Maar is dat zielig? Ik zie heel weinig. Dan ziet hij zijn kindje minder. Maar weet je wat er bij de laatste keer hoort? Vertel. Jullie hebben ontzettend goed je best gedaan. En als je heel erg goed je best ergens voor doet en je bent voor het laatst, dan word je ook wel eens beloond met een diploma. Deze is voor jou, Max. Applaus voor Max. Kijk eens, jouw stoere schildpaddiploma. Gefeliciteerd. En voor jou een aandenken aan Max. Aan Sam. Wat is jullie geheim om op zo'n toch wel prettige manier, zoals het lijkt, dan met elkaar om te gaan na een scheiding? Ja, het belang van het kind voorop. Oftewel, ik denk dat je heel goed met elkaar omgaat, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar dat helpt ervoor dat Max zich uiteindelijk thuis voelt. Dat ze voor betere afspraken, dat hij zich allebei op het gemak voelt. Dat als wat is, dat de ander dat op kan vangen. Dat heeft zoveel voordelen op. Dat is het belangrijkste. En als je dat bovenop stelt en alle wegen, onderhandelingen, strubbelingen, wat je tegenkomt, daar naartoe laat leiden. Dan dat is denk ik de truc. Ja.